Wij willen graag ook als luchthaven, als onderdeel van dat grote gebied, daar een verantwoordelijkheid in nemen, zodat het ook echt een heel prettig gebied is. En daar is groen gewoon heel belangrijk. Hoe kun je dat nou ook echt concreet maken, hè? Behalve van die intentie uitspreken en je als partner achter een verkocht nationaal park in oprichting scharen. Hoe maak je dat dan als bedrijf ook heel concreet? Ik vind het ook wel heel interessant, omdat je juist bij natuur en airport, hè, dus luchtvaart, dat zit ook op gespannen voet met elkaar. Tegelijkertijd wil iedereen graag vliegen. Tegelijkertijd willen we in de wereld ook inspirerende ideeën met elkaar delen. Dus ja, je wilt ook echt samen vooruitkomen. De afgelopen jaren zijn we ook vooral heel erg aan de slag gegaan met recreatieondernemers. Daar is het al makkelijker om het concreet te maken, omdat die direct, ook als zij gastheer worden van die natuur, meer mensen kunnen trekken, mee kunnen helpen. Daarnaast een ontwikkeling die wij heel erg zelf zien is ook dat voor vitaliteit van medewerkers, zeker nu corona is geweest, dat natuur een belangrijkere rol begint te spelen. En dan bedoel ik niet alleen het vergroenen van mensen waar mensen zelf werken, maar ook wat zij voor de natuur kunnen terugdoen. Dat dat A, ontzettend leuk wordt gevonden door medewerkers en B, heel erg fijn is voor de natuurorganisaties, omdat je dan samen kunt bouwen aan een groen terrein of juist natuur in de buurt, bij de mensen zelf wonen.